gaan we na de gewonnen wedstrijd van RVVAB Argon in Meidrecht praten met Pepito, de maker van de winnende goal. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt lekker. Ja, vooral dit soort wedstrijden. Ja, een wedstrijd waar maar geen goal leek te gaan vallen. En dan denk je van die koerst af op 0-0. En dan, ja, dan is daar die cornerbal van Ingmar Maaier in de 90ste minuut volgens mij al. En dan sta jij op de goede plaats. Ja, ja, dat is gelukkig hè. Ja, beschrijf eens, hoe verliep die actie voor de goal? Het was nogal rommelig van de zijkant om te zien. Ja, klopt. Nee, die bal komt eigenlijk in de 5 meter, bij de, een beetje bij de tweede paal. En die gaat net over hun aanvoerder heen en ik kop hem terug naar de eerste paal. En hij wordt uiteindelijk niet meer aangeraakt. Dus, dus het is een kopbal die er uiteindelijk langzaam in rolt. Ja, inderdaad. Maar goed, voor 3 punten dus. Ja, voor die 3 punten is altijd lekker. Zeker. Argon, ik moet zeggen, ze had ook behoorlijk wat kansen. Toch, er waren ook zeker mogelijkheden. Een bal op de lat van die lange spits in de tweede helft. Dat was een gevaarlijke aanval. RVVA stelde daar ook een bal voor de rust op de paal van Kitano tegenover. Wat vond je verder van de wedstrijd? Nou ja, het was een moeizame wedstrijd. Alleen in de rust zeiden we ook tegen elkaar. Wij zijn conditioneel zijn wij gewoon sterker. En in de laatste minuten, dan maken we hem gewoon. Dat zeiden we ook in de kleedkamer. En uiteindelijk komt het ook uit. Dus, dat... Voorspelbare blik. Ja. Ja, dat is dan leuk als het dan ook inderdaad de goede kant uitvalt. En je lekker met 3 punten zo de bus in kunt gaan. Je bent van de zomer bij RVVA aangesloten. Hoe bevalt het hier? Nou goed, goed. Ja, de groep is ook goed bezig. Ik bedoel, goede voorbereiding gehad. Moet beter. Beetje bij beetje gaat dat ook gebeuren. Jullie zijn aan het bouwen wat dat gaat. En dan afgelopen woensdag een prachtig resultaat in het verre Haren in Groningen. En dan nu vanmiddag deze 3 punten. Ja, dat is helemaal heerlijk. Het moet een lekker begin van deze competitie zijn. Heerlijk begin. Zo, ga ervan genieten. Dank voor je reactie. Gaan we na de gewonnen wedstrijd van de RVVA bij Argon ook even praten met de trainer van de RVVA, Giovanni Franke. Gio, leuk dat je weer voor de camera staat, want dat is een lange tijd geleden. Laten we daar eens mee beginnen. Ik heb jou ook heel erg gemist. Ja, heel erg. Ja, een turbulente tweede half jaar gehad met de RVVA en ook in jouw situatie. Gelukkig ben je nu terug, gediplomeerd en al. Nog gefeliciteerd en met een mooie cijfer. Ja, zeker. Het is niet niks. Het gebeurt niet vaak bij de KNVB dat je met cum laude slaagt. Dus ik had op alle vakken, alle onderdelen had ik de hoogste cijfers. Dus ja, dat is een fantastisch gevoel om dan zo'n periode ook af te sluiten. Daar ben ik ontzettend trots op. Ja, tuurlijk. En daar mag je ook trots op zijn. Ook in RVVA zal dat zeker ook zijn. Dan begin je van de zomer dus weer in de voorbereiding. Een grotendeels nieuwe ploeg. Hoe is het gegaan in de voorbereiding? Ja, goed. Ik moet zeggen, het is altijd even aftasten en wennen. We hebben natuurlijk een eigen werkwijze, een eigen trainingsmethode. En zeker nieuwe spelers moeten daar altijd aan wennen. Wij willen ook spelen met veel passie en veel intensiteit. Maar ook met tactisch vermogen. En daar moeten veel spelers vaak aan wennen, zeker als ze nieuw zijn. Het is ook een vrij compleet nieuwe groep. Dus we moesten wat dat betreft vanaf nieuw beginnen. En ik moet zeggen dat ze dat goed oppakken. De nieuwe spelers zijn wat dat betreft snel aangepast. Dus ook fysiek gezien. Dat is heel goed om te zien. Ook op tactisch niveau doen ze echt heel goed hun huiswerk. Maar wij kunnen nog wel beter. En daar zijn we wel mee bezig. Dus een groeiproces waar je weer in feite mee opnieuw begonnen bent. Een beetje ook inherent is wat RVVA is, denk ik dan. Hè? Ja, zeker. Natuurlijk kunnen we niet ontkennen dat we veel succes hebben gehad de afgelopen jaren. En dan zullen er altijd spelers zijn die vertrekken. En dan is het ook logisch dat je daardoor weer op zoek moet naar nieuwe. En wij zijn ontzettend blij met de spelers die nieuw zijn. Ze brengen ontzettend veel sportieve ambitie en een enorme honger ook. Ik ben ook blij met de karakters die ze met zich meebrengen en in zich hebben. Want het zijn wel stuk voor stuk jongens waarbij het echt draait om winnen. En dat is fantastisch om mee te werken. Dat uitzicht dan van de week al in een mooi resultaat bij Biekwik 1887 in de eerste ronde voorronde KNVB-beker. Ja, zeker. Kijk, Excelsior Maassluis, Dongen en daarna Biekwik. Dat is derde divisie en hoger. Dus daarin hebben we gewoon goede resultaten gehaald. En dat al in deze fase met een compleet nieuwe groep. Dus dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen voor de toekomst. Daarbij moet ik zeggen dat de karakter en de intensiteit waarmee ze spelen ook alleen maar beter wordt. Dus de honger en de wil om te winnen wordt alleen maar groter. En dat is goed om te zien. Vandaar ook Biekwik naar Groningen toe. Uit. Drie uur onderweg. Daarna hier naar Meidrecht ook weer bijna 1,5 uur onderweg.
Ga er maar aan staan. Dat vergt een stukje mentaliteit, een stukje vechtersmentaliteit en ook een dosis karakter om twee van die verre reizen binnen zo'n korte tijd te doen. En dat is een machtig wapen om te hebben wat we nu met deze groep hebben. Daarnaast ook het zelfvertrouwen wat je dan meedringt naar die eerste wedstrijd vanmiddag. Ja, maar ik denk dat het zelfvertrouwen niet zou liggen aan de resultaten. Daar ken jij mij en ook de staf veel te goed voor. We zijn een nieuwe ploeg in ontwikkeling. En dan is het voetbal wat we laten zien daarin altijd eerder belangrijk dan het resultaat. Tuurlijk wil je het resultaat mee hebben, laat dat voorop staan, want je wil altijd winnen. Alleen de manier waarop je wil winnen is wel essentieel. Want als je geen plan hebt, hoe ga je dan winnen? Nou, en wij spelen natuurlijk geen lange ballen en snel thuis, dus zonder een plan. We gaan altijd wel met een tactische voorbereiding met doelstelling het veld op. En daar zijn we nu nog hard mee aan de slag. En daarbij, als je dan wint zoals vandaag, is dat alleen maar echt geweldig. Even naar de wedstrijd van vandaag. Hoe kijk je daarop terug? Van vandaag? Ja, ik vond... we wisten natuurlijk dat Argon... ze zijn gepromoveerd, ze voelen zich goed. Ze gingen ook met 5 verdedigers spelen, met veel durf, veel lef. Zeker vanaf het begin. Ze hebben natuurlijk een machtig wapen, dat is de lange spits. Van Nieuwkerk. Dat is altijd waar dan ook. Ik speel zelf nog wel eens 35 plus. En als ik het moeilijk heb, geef ik hem ook lang op een van mijn vrienden die voorin staat, omdat hij heel lang is. Ja, dat is bijna niet te verdedigen. Dat is heel moeilijk. En dat speelde ze ook heel goed, zeker in het begin. Waardoor je een optisch bedrog kreeg, alsof het gevaarlijk was. Maar ja, elke doorkopbal is natuurlijk gevaarlijk, want je moet hem wel verdedigen. Maar de wedstrijd hadden we wel onder controle vanaf het begin. Dus zeker in tactisch opzicht. We wisten wat ze speelden, we wisten wat we moesten doen. En ik denk dat daarna de tweede helft, naarmate de wedstrijd eigenlijk vorderde, hebben we de hele wedstrijd overgenomen. En alleen vond ik dat we beter moeten en kunnen in de eindfase, de eindpaas. We hebben vandaag te vaak buitenspel gestaan. Dus de timing tussen het geven van de bal en het lopen van de bal, dat was vandaag niet goed genoeg om nog... Beslissende fase. Ja, de beslissende fase om nog meer kansen te creëren en vrije doorgang te hebben naar de keeper. Dus die beslissende fase zullen we moeten verbeteren. Maar goed, evengoed kom je dan toch, zei het dan op een laat moment, kom je toch aan die winnende goal. Een cornerbal van Ingmar Maaien en dan valt hij voor de goal uiteindelijk bij Pepito en die... Je zegt dat hij met laatste geraakt heeft, maar het was een kluwe van benen en spelers. Ja, de spelers in het veld hadden ook het gevoel dat er meer te halen was. Dus we zagen duidelijk dat Argon voor de 0-0 ging. Ja, en wij zijn een ploeg, wij nemen daar geen genoegen mee in welke situatie, in welke fase van de wedstrijd dan ook. Dus wij gingen nog tot het laatst voor de goal. En dat is alleen maar te prijzen aan deze ploeg. Dat is ook wat ik zeg, wat de karakters brengen. Ze willen gewoon winnen. En hoe en wanneer of waar, dat maakt ze niet uit. Ze willen gewoon winnen, deze ploeg. En dat is een hele grote compliment aan de ploeg, dat ze dat willen. En bij deze dus ook een felicitatie. Dan volgt er nu weer een mooie week, denk ik. Want ASWA en woensdagavond. Ja, is gewoon geweldig wat we nu in het begin al meemaken. Als je nu Bikwik, Argon en nu tegen ASWA mag spelen. En, volgende week Jodan Boys. En volgende week Jodan Boys. Het is een geweldige periode voor ons. En we moeten nu ook ons voorbereiden op ASWA. Iedereen weet dat ASWA natuurlijk een geweldige selectie heeft. Hebben echt ontzettend veel kwaliteit. En we kennen de selectie ook natuurlijk al jarenlang. Dus dat wordt ook een geweldige wedstrijd. Zeker. Een mooi affiche voor de mensen om een woensdagavond te komen kijken aan de Sportlaan in Ridderkerk. Ja, zou ik zeker doen. Als je voetballiefhebber bent, dan zou ik zeker komen kijken. Sluit het daarmee af. Gefeliciteerd met de overwinning. Goeie reis terug. Ja, dankjewel. Jullie ook weer gefeliciteerd. En ik ben ook blij dat jullie er weer zijn. Okay, dankjewel. Alsjeblieft.